Hoi, ik ben Eline. Ik ben van de IFSO, de Internationale Bosbouwvereniging in Wageningen. En we staan nu op Eindhoven vliegveld. En we zijn op weg naar Polen. We gaan in Polen hebben we een uitwisselingsproject met enkele Poolse studenten, waarbij we eerst wat colleges krijgen op de Poolse Bosbouwuniversiteit over in het algemeen natuur en bossen in Polen. En daarna gaan we rondreizen met z'n allen. Het is een groep van 20 mensen in totaal, 15 mensen in Nederland en 5 mensen in Polen. En dan gaan we onder andere naar de oerbossen in Polen en we gaan een paar hele grote nationale parken zien in Polen. En we gaan dus heel veel leren over de bossen en natuur daar. En we gaan dat vergelijken met hoe het bij ons in Nederland is. Verschillende natuurgebieden zijn er verschillende natuurgebieden geweest, zodat er verschillende management van bosbeheer duidelijk werden gemaakt. Maar daarbij hebben we ook natuurlijk de cultuur gezien. Want we hadden 5 Polen mee en die waren echt super chill. En die hebben ons van alles verteld over het land en over de cultuur. En we hebben Pools eten gegeten, dus niet altijd even lekker, maar we waren wel heel blij met hun gastvrijheid. En ja, het was gewoon educatief en cultureel en gewoon samen. It was amazing. Toejes, Spanjaarwee. We willen graag de mensen van de stimuleringsregeling van het Wageningen Universiteitsfonds bedanken. Want anders was heel deze reis niet mogelijk geweest. En dan hadden we al deze mooie dingen niet gezien en meegemaakt. Dus bedankt!